Hallo, ik ben Rutger en vandaag is het tijd om eens voor onszelf op te komen. Iedere school heeft regels en vaak hangen ze ergens op in de school als een soort pronkstuk, ingelijst alsof het de Mona Lisa is. En daarop staat dan een lijst met echt ontelbaar veel regels. Maar zou het niet heel erg eerlijk zijn als wij ook een lijst zouden maken met maar 10 regels waaraan school zich zou moeten houden? Ik bedoel, dat is wel zo eerlijk. Daarom is het vandaag hoog tijd voor de 10 geboden van school. Jullie huiswerk voor deze video is om een duimpje omhoog te doen. Dan gaan we na de intro beginnen. This first day, first day. Donderdag is first day. Het is tijd voor weer een heel nieuw filmpje op first day. Oké, docenten, pak je boek erbij. Bladzijde 1, gebod 1. Hoe kun je van ons verwachten dat we een heel Frans boek uit ons hoofd kennen met daarin duizenden woorden, als jullie niet eens na een heel schooljaar de 20 namen van de leerlingen uit je hoofd weten die je lesgeeft? Docent zijn is echt super chill, want er is geen baan waarbij je zoveel vakantie hebt dan als je lesgeeft. Maar waarom gunnen docenten ons nooit vakantie? Waarom plannen ze altijd een toetsweek na de vakantie? Docenten denken echt alles te weten. Vooral als je zo'n docent hebt uit het zoek dat maar op in de bibliotheek tijdperk. En als je dan keihard bewijs op Google hebt gevonden dat hetgene wat de docent zegt niet klopt, hoor je ah jongeman, doe dat lampje eens weg. Lampje, dat is mijn smartphone. Een smartphone, die zijn verboden. Kom maar inleveren. Ah! En dan is het vooral leuk dat de docent wel gezellig met zijn telefoon voor de klas zit. Het leven zit vol verrassingen. Maar onverwachte SO's zouden er niet bij moeten horen. Of dat je bij wiskunde moet weten hoe de stelling van Pythagoras werkt en wat de decimalen achter pi zijn. Like, alsof je dat later nodig hebt als je een kast van IKEA in elkaar moet zetten. En dan heb je ook nog van die docenten dat als ze iets bij je tafel komen uitleggen, ze helemaal over je heen gaan hangen. Echt, daar zou ik gewoon een aparte 10 geboden over kunnen maken. Het is awkward. Het is heel erg awkward. Het is echt heel erg awkward. Get it? En dan heb ik het nog niet eens gehad over de lucht die vaak vrijkomt van die figuren. Ugh. Docenten hebben er nooit zoveel moeite mee om een dag van tevoren ineens een toets of repetitie of zo op te geven. Maar vervolgens hebben ze wel zelf 4 maanden nodig om het na te kijken. De prijzen in de schoolkantine zijn vaak zo belachelijk hoog dat als je een broodje wilt afrekenen, je bijna wilt gaan zeggen maar ik lust helemaal geen goud op brood. Als een docent te laat binnenkomt, is het van goed jongens, laten we beginnen. Maar als wij te laat komen, is het een heel drama, wordt nog net niet de Tweede Kamer ingeschakeld en moet je op sommige scholen een te laat briefje halen. En heel veel docenten hebben ook een lievelingetje. En als die te laat komt, is het van oh nee hoor, kom maar snel binnen. De trein had vast vertraging. Maar als ik te laat kom, nou, ik mag blij zijn als ik niet wordt afgevoerd naar de gevangenis. Dit waren de 10 geboden van school. 10 hele simpele regels waaraan school zich eens zou moeten houden. Als je het hier nou mee eens bent, doe dan even een duimpje omhoog. Maar vooral deel deze video met je vrienden. En gebruik dan hashtag Veurtje op Twitter, Instagram of Facebook. Ik kijk wie die video deelt en iedere week maak ik 10 mensen blij met deze geweldige Veurtje glitterkaartjes. Gesigneerd natuurlijk. En deze geweldige buttons. Heb jij nou nog een 11e gebod voor school? Laat het dan even weten in de reactie. Ik ben heel erg benieuwd, dan kunnen we de lijst helemaal compleet maken. Ik ben er natuurlijk volgende week donderdag weer om 4:30, half ver, met een gloednieuwe video. Maar wil je me tot die tijd niet missen, dan kun je me gewoon eventjes volgen op Instagram of Twitter. Dat is @RutgerVink. Of Facebook, dat is mijn Facebookpagina Veurtje. Dan bedank ik je heel erg voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond. En dan zie ik je heel graag volgende week Thursday. Doei! En als ik nou shit dat niet mag weten, laat me zeggen, vreemd gaan, is het ook shit? Hoezo? Wilt u dat weten?